Ik ben Bas de Jong, projectleider bij BAM Infra Regionaal. Werk vanuit ons rayonkantoor in Honselesdijk en doe daar met het team alle werken in de gemeente Westland, Midden-Delfland, Delft. Ik zit hier midden in het stevinggebied. Het stevinggebied hebben we de afgelopen 2 jaar helemaal opnieuw heringericht. Nou, voordat wij starten in het stevinggebied was het een gebied waar in de afgelopen jaren veel was gebouwd en verbouwd. Zowel aan de gebouwen, maar ook aan het buitenterrein. En het buitenterrein was gewoon niet één geheel. Dus veel dingen die niet goed op elkaar aansloten en veel verschillende materialen. Nou, we zitten hier nu momenteel voor gebouw 28 en het nieuwe onderwijsgebouw gebouw Echo. En tussen gebouw 28 en het nieuwe onderwijsgebouw Echo zit een trap die de twee gebouwen aan elkaar verbindt. En deze trap bestaat uit een hoogteverschil, of diverse hoogteverschillen eigenlijk. Het is een trap, maar waar ik zit zijn ook zitelementen. En er is ook nog een schuine lijn omhoog voor rolstoelen. En om die hoogteverschillen eigenlijk met elkaar op te lossen, is er gekozen om het keerwanden toe te passen. En de keerwanden eigenlijk die je hier ziet, die zijn dan inderdaad van bosbeton in de kleur antraciet. En dat is een mooie contrasterende kleur met de bestrating. We hebben gekozen voor bosbeton, omdat de trap eigenlijk helemaal prefab is gemaakt in de fabriek. En bosbeton was een partij die dat en het ontwerp van de architect heeft kunnen uitwerken naar een uitvoeringsontwerp. En ook de elementen eigenlijk helemaal in de fabriek op maat heeft gemaakt. Dus wij kregen hier buiten gewoon als het ware een puzzel. En wij hoefden eigenlijk buiten alleen maar de elementen op volgorde te plaatsen. Doordat de trap diverse hoogteverschillen heeft, zowel waar je de trap omhoog gaat als de zitelementen, als ook het omhooggaande deel, was het zowel voor het ontwerp van bosbeton, maar ook voor de stratenmaker die het heeft aangebracht, echt een stukje hogere stratenmakerskunde, zeg maar, om het zo te realiseren.